Hallo, dit is Live Polarex, de number one telescoop van YouTube. Ik ga nu in Hollands spreken, dat is ook zo spannend. Dit, normaal doe ik dit normaal niet, maar speciaal voor de Holland fans, voor de Lego fans. Ik ga in Hollands proberen te praten. Nou, ik heb vandaag een hele mooie telescoop gemaakt. Je kan zien, heel veel details heb ik al gedaan. Ha! Man, ik heb oude Lego, dus ik heb niet alle Lego, dus ik moet doen wat ik heb. Maar ik kan, ik vind dat ik heel goed gedaan heb. Zo, hartstikke mooi. Ik zou hier laten zien. Ik heb de Unitron op papier, mijn eigen telescoop heb ik nagebouwd. Zo, zie je de Polarex motor. Dit is de Polarex op papier, telescoop op papier. Zo, en blijf kijken, want ik heb nog heel veel dingen in verrassing heb ik hier op deze telescoop te laten zien. Zo, nou, dit is de stoel die op en neer gaat, zie je het? Nou, ik ga je laten zien wat hij kan doen. Hij kan zo. Ik ben de eerste die denk ik dit met Lego doet, denk ik. Zo het is. Kijk zo mooi jongens. Oh. Echt prachtig wat ik ernaar heb. Oh, soms moet je hier opdouwen zo. Ja, prachtig. Ziet alles. De guide scope. Dit is de. Ik zal even dichterbij gaan. Dit is de Deutron. Zo je kan hier in kijken en hier. Dus twee mensen kunnen gelijk in kijken hier. Zo. De Deutron. Dit noemen ze de Deutron. Ik heb ook een video ervan. Zo, er zijn twee Ooster. Ik heb hem even afgehaald. Zo, je kan in hier kijken en in hier. Zo, prachtig, ja. Deze telescoop heb ik in echt, jongens. Het is de moeite waard om even te zien. Vraag je ouders om te kijken. Zo, even toestemming aan je ouders vragen om deze video te kijken. Zo, prachtig. Nou, ik ga later mijn speciale dingen ga ik laten zien. Maar in deze pier, je hebt deurtjes. Zo, moet ik maar een beetje hier oppassen dat hij niet beneden valt. We gaan even kijken in. Oké, we gaan even kijken in die deur. Wat hebben we hier? Tadaam! Een kleine astrocameraatje. Wauw, kijk eens hoe mooi, you guys. Wauw, wat een mooi ding zeg. En het leukste is. Dat leuk ze goed kijken. Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Je kan hem instellen. Zie een beetje uitzoomen kan je. Zo. En het leukste is. Het astrokamertje. De astrokamertje kan je hier ook doen. Zo, dan kun je foto's maken. En dit is de super uniek. Je kan ook zo draaien, zie je? Kun je ook draaien dit. Alles lekker van deze telescoop. Alles lekker. Behalve hier kan je er niet mee echt mee kijken. Maar, hele grote, normaal kun je normaal één oogstuk kijken. Normaal te, maar deze is speciaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oogstukken heeft hij. We gaan naar hier naartoe. Gaan we zo doen. Zo, we gaan hier kijken. Kijk, en we doen dit. Even uithalen. Dit is met telescoop. En we halen dit af. We draaien hem om. Dit. Dan kunnen we naar de zon kijken. Haha, kijk eens hoe cool, jongen. Oh, wat een mooie telescoop, zeg. Huh? Wat een mooie telescoop. En als je hier kijkt, heb je ook zo'n knopjes. Kijk hier, zie je het? Knopjes zo. En hier is ook zo'n knop om te stellen.
Unicron heeft ook zo van deze grote knoppen, van deze lange stokjes hebben ze. De Unicron, de Pier, heeft twee kleppen. Nou, we gaan deze openmaken. En wat hebben we hier? Een Lego head! Ah, een Lego hoofdje! Ah, wat is dat nou? Oh, mooi, mooi, mooi. Nou, kom, we gaan alles dicht doen, eventjes. Zo. Als je wil, je kan een mandje laten zitten zo hier, als je wil. Zo. Zo, een keer met die telescoop hier wat dichterbij gooien, zo. Die mannetje is een beetje zo. Als je hem dichterbij wil laten kijken, dan doe je hem een beetje zo. Dus ik kan zo naar kijken misschien. Ja, een beetje priegelen moet je. Je kunt er precies kijken, zie je? Kijk hoe cool. Haha, wauw. Dat is wel mooi, guys. Ja, dan gaat hij volgens mij naar de maan kijken, jongens. Al deze mensen kijken. Oeh, mooi, wat een mooie telescoop. Oeh, mooie telescoop. Even kijken naar die telescoop. De Polarx heeft ook zo een statief. Je kan hem afhalen, de afhaal zo. Dan moet ik iets zo doen. Je kan hem afhalen. En ik heb de houten, dus normaal van hout is de auto. Ga maar kijken op Google Pictures, Polarx. Ja, je moet een beetje ballen balanceren. Want je krijgt een idee. Super mooi. De vogeltje is echt waar, is op mijn telescoop geland. Je kan ook zo zien op mijn site. Ik heb een foto misschien, ik zou laten zien, dat is ook wel leuk. Zo, hartstikke leuk. De best telescoop Lego on YouTube. De beste telescoop die je kan maken. Ik ben al vergeten. Dit kan ook zo bewegen. Dus we noemen ze de counterweight. Om te balanceren. Dat is een balanceergewicht is dat. Ja, helemaal vergeet je al. Dat laten zien dat. Dat is ook wel iets bijzonders. Dit beweeg. Tik hem eraf. De deur aan, kunnen bewegen, Oh ja, hieronder heb je een lampje. Tweet. Kun je zo inschroeven, ja. De Unicron of de Polarx lamp. Ja, met batterijen. Ja, ook zo hartstikke leuk. Ziet, en dit is prachtig, man. Hoe meer naar je kijkt, hoe mooier het is. Hoe meer je naar gaat kijken, hoe mooier de details die kunt zien. Jongens, ik hoop dat je het leuk vindt. Bedankt voor het kijken en fijne dag nog. Tot ziens!